Hallo, ik ben Menno van Maltip Menno en ik vind het ontzettend leuk dat je naar een van mijn video's kijkt. Laten we snel beginnen. Deze video gaat over exponentiële toename. In deze video ga ik laten zien hoe je kunt werken met een exponentiële toename en ik ga het uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Het eerste voorbeeld zie je hier staan. De waarde van de export van getilde garnalen per jaar kan berekend worden met de formule b is 5,6 keer 1,24 tot de macht t. In deze formule is B het bedrag in miljoenen euro's en T het aantal jaren na 1 januari 2015. En de opdracht bij A is: bereken hoeveel miljoen euro de export op 1 januari 2018 is. Rond af op hele miljoenen. Dus we hebben een formule. Bij die formule is T het aantal jaren na 1 januari 2015. En we moeten berekenen hoeveel miljoen euro de export is op 1 januari 2018. De formule gaat dus over 1 januari 2015, maar wij hebben het over 1 januari 2018. Er zit een periode van 3 jaar tussen, en dus weten we de t heeft een waarde van 3. Je gaat dan in de formule op de plek van de t 3 invullen en dan krijg je deze berekening. Dit moet je even uitrekenen met de rekenmachine. En dan kom je hierop uit. Let goed op: er staat rondaf op hele miljoenen. Nou, het is 10,6. De 6 betekent je moet naar boven afronden. En dus is het antwoord op 1 januari 2018 was de export 11 miljoen euro. En dan hebben we het antwoord gevonden. Dus wat hebben we gezien? Van 2015 naar 2018 is 3 jaar, dus de t is 3. En als je dat invult, dan krijg je dit als antwoord. Je moet het afronden naar boven vanwege de comma 6. En dus hebben we 11 miljoen euro op 1 januari 2018. Dan gaan we naar opgave B. En bij B is de vraag: met hoeveel miljoen euro is de export in 2019 toegenomen, rondaf op hele miljoenen. Nou, dit is een behoorlijk ingewikkelde vraag, want er staat in 2019. En in 2019 gaat het dus over van het begin van 2019 tot aan het einde. Nou, we beginnen even bij het begin. Het begin van 2019 is natuurlijk gewoon 1 januari 2019. We komen vanaf 2015, daar zit vier jaar tussen. Dus aan het begin van 2019 is t gelijk aan 4. Nou, dat gaan we even invullen in de formule. En dan krijg je deze berekening. En daaruit komt 13,2. Dit is dus het begin van 2019. Maar de vraag is: hoeveel is er toegenomen in heel 2019? We hebben nu het begin. En dan moeten we dus ook even kijken naar het einde. Want als we het begin en het einde weten. dan weten we ook hoeveel de toename is. Nou, het einde van 2019 is 1 januari 2020. Want als je 1 januari 2020 neemt. Dan heb je dus het hele jaar 2019 al gehad. Nou, op 1 januari 2020 is de t gelijk aan 5. En want van 2015 naar 2020 is 5 jaar. Dus dan weet je, de t is 5. Dat gaan we invullen in de formule. En dan krijg je deze berekening. En daaruit komt 16,4. Dan hebben we dus het begin en het einde van het jaar genomen. En dit is de vraag, met hoeveel is het toegenomen? Je gaat dan de twee antwoorden van net van elkaar afhalen. Dus je doet het einde min het begin. En dan kom je uit op 3,2 miljoen. Maar let goed op, we moeten weer afronden op gehele. En dus is het antwoord: in 2019 is de export met 3 miljoen toegenomen. Dus wat hebben we gezien? Je kijkt dus naar het begin en naar het einde van het jaar. Want dan kun je ook berekenen met hoeveel het in dat jaar is toegenomen. Nou, het begin is bij T is 4. Het einde is bij T is 5. Dus je gaat 4 en 5 invullen in de formule. Dan vind je deze twee antwoorden. Die haal je van elkaar af. En dan is het antwoord: het is met 3 miljoen euro toegenomen. Dan gaan we naar C. En bij C is de opdracht: vul de tabel in. Rond steeds af op hele miljoenen. Nou, hier zie je de tabel. En we moeten de tabel dus invullen. Hoe doe je dat? Nou, aan de bovenkant zie je waarde van t. En we gaan steeds bij iedere waarde van t de waarde van b berekenen. Dus we beginnen met t is 0. Nou, dan ga je t is 0 invullen in de formule. En eigenlijk doe je dan hetzelfde als net. Dus je krijgt een berekening. In dit geval dus dit. En uit die berekening komt 5,6. Maar let goed op, je moet afronden op hele. Nou, 5,6 wordt afgerond op hele 6, want vanwege de 6 moet je naar boven afronden. En bij t is 0 hoort dus b is 6. Nou, dit ga je ook voor alle andere waarden van t doen. Dus je gaat gewoon steeds die waarde van t invullen en dan berek je het antwoord. En denk eraan dat je alle berekeningen opschrijft, want daarvoor krijg je punten op de toets. En als je alles uitrekent, ben je rondaf op gehele. Dan krijg je al deze waarden. En dan heb je de tabel netjes ingevuld. Dus je vult steeds de waarde van t in, in de formule. Je schrijft netjes op hoe je het antwoord uitrekent. Je rondt af op gehele. En dan krijg je deze tabel. Dan gaan we naar de laatste opdracht. En die gaat nog steeds over die tabel. Maar nu is de opdracht teken de grafiek in het assenstelsel. Nou, we hebben hier een assenstelsel gekregen. De assen zijn al voor ons ingedeeld. En we moeten alleen even de grafiek tekenen. Hoe doe je dat? Nou, eerst teken je even de punten. Dus bij t is 0 hoort b is 6. En als de t0 is en de b is 6, dan kom je ongeveer hier uit, dus daar zet je een stipje. Bij 1 hoort 7, dan zit je ongeveer hier. En zo ga je door. Je tekent dus al die stipjes en dan krijg je hetgene wat je hier ziet. En nu gaan we de grafiek tekenen en denk eraan, het is een vloeiend kromme grafiek. Dat betekent dus dat je ongeveer dit moet tekenen en dat je dus niet met je geodriehoek alle punten met elkaar mag verbinden. Je tekent gewoon uit de losse pols deze vorm en dan is de grafiek helemaal perfect. Dus je tekent eerst de punten en daarna teken je een vloeiend kromme grafiek en dan krijg je dus deze vorm. En als je de vraag op deze manier uitwerkt, dan krijg je alle punten op het proefwerk. Wat ontzettend leuk dat je naar deze video hebt gekeken! Vond je dit nu een handige video? Klik dan even hier om te abonneren op mijn kanaal en klik even hier voor alle andere video's over dit hoofdstuk. En dan zie ik je heel graag snel weer terug bij de volgende video van Malt met Menno.